Vorig jaar waren het nog meer dan 4500 schapen. Nu is het aantal slachtingen gedaald naar nog geen 3800. Dat is bijna 20% minder. Er zijn verschillende redenen voor. Ik denk één, de economische crisis. De prijs van een schaap is gevoelig gestegen. Dus de prijs die iemand moet betalen om een schaap te kunnen aankopen, om dan te laten kunnen slachten, is €250 tegenwoordig. We zien ook wel veel meer families die samen één schaap kopen in plaats van elk apart. En dan heb je natuurlijk ook nog wel meer en meer de tendens om een gif te doen in plaats van een diersoffer. En ik denk dat dat een goede tendens is. Ja, poten vastpakken. De stad Antwerpen organiseert de slachtingen nog wel, maar vraagt daar nu al €40 voor. Per schaap. Dat vinden ze hier veel. Ja, dat is duur. €40 plus de kosten van de schaap. Misschien volgend jaar, misschien ga ik niet slachten. Dus misschien ga ik naar Marokko voor te slachten. Ik vind dat niet interessant. €40, dat is een beetje te veel. Er zijn ook veel die het niet meer doen, het slachten. Ja, tuurlijk, hè. Waarom gaat u toch nog door? Meer, hè? Het is niet makkelijk meer, hè. Dat is niet makkelijk meer, hè. Als het van de stad afhangt, is het trouwens de laatste keer dat de slachting hier in Antwerpen plaatsvindt. Dat past niet in een drukbevolkt gebied, vindt de stad. En daarom wil ze uitwijken, weg van Antwerpen. En liefst al volgend jaar. Als dat hier volgend jaar niet meer kan plaatsvinden, hier in de stad zelf, is dat een probleem voor jullie? Nee, gewoon ergens anders. Dat is geen probleem. Maakt eigenlijk niet uit. Dus als het maar gewoon georganiseerd kan worden, dat is het belangrijkste. Het offerfeest is heel belangrijk voor de moslims. De stad geeft aan dat ze dat zal blijven ondersteunen, maar vraagt wel meer inbreng van de gemeenschap zelf. 236 van de 340 stoeltjes in basisschool De Wereldreiziger blijven vandaag leeg. Nagenoeg alle moslims op de Antwerpse scholen vieren thuis het offerfeest. Ook met het suikerfeest mogen ze thuis blijven. Per religie zijn er zo'n aantal vrijgestelde dagen. De scholen passen hun lesprogramma dan aan. Dat biedt de mogelijkheid voor onze leerkrachten om de leerlingen die wel aanwezig zijn nog intenser te begeleiden vandaag. Dus wij bieden geen nieuwe leerstof aan. Wat wij wel gaan doen is die leerlingen die aanwezig zijn, het zij nog extra uitbreiding geven, het zij eigenlijk een beetje inzoomen op die facetten waar zij problemen mee hebben. En dan kan het goed zijn, we hebben bijvoorbeeld 2 klassen waar maar 8 leerlingen in aanwezig zijn, dat we die 2 leerjaren bij elkaar zetten en de 2 leerkrachten ook samen lesgeven aan die 16 leerlingen. Ook op het Leonardo Lyceum in de Kelijnstraat is zowat 4 op de 10 leerlingen niet op school. 1 enkele moslim komt toch. Dat is beter, want als ik naar school kom, hoef ik niks meer bij te schrijven. Dat is het makkelijkste. Dan kan ik de lessen beter. Als ik iets niet begrijp, kan ik aan de leerkracht vragen. En ja, daardoor missen de lessen en de toetsen ook. Jouw zussen zijn wel aan het feesten. Vind je het niet spijtig dat je er niet kan bij zijn? Eigenlijk niet, nee. Waarom niet? Het is leuker op school. Thuis, ja. Ik ben alleen met mijn zus, want mijn vader gaat werken en mijn vrienden ook, die zijn ook allemaal op school. Voor leerkrachten telt de gewettigde afwezigheid niet. Zij moeten in principe wel naar school komen, maar sommigen nemen sociaal verlof op voor het offerfeest. Op sommige scholen is er helemaal geen les, maar is bijvoorbeeld een pedagogische studiedag ingelast.